Goeiedag kijkers, we hebben vandaag in de studio de waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname, de heer Roberto Prade. En met hem gaan we praten over een aantal interessante ontwikkelingen binnen het korps. Meneer Prade, korpschef, welkom. Ja. Alles goed met u? Ja, hartstikke. Oké. U zit al bijna een jaar op de post. U bekleedt de functie van waarnemend korpschef. Hoe bevalt het werk u tot nu toe? Hectisch, druk, enerverend, uitdagend, maar wel boeiend. Ja. Eigenlijk zou ik boeiend als eerst moeten zetten, maar goed. ik ben blij dat ik heel wat zaken heb kunnen doen voor medewerkers. Ik denk onder andere aan rechtspositionele zaken die heel wat politiemannen in een bepaald parket hebben gemanoeuvreerd, waardoor ze of niet in aanmerking kwamen voor bevorderingen of niet in aanmerking kwamen voor een opleiding. Dat alles proberen we nu een inhaalslag te maken om de ontevredenheid die er bij een deel van deze medewerkers was, om die weg te maken. Een ander belangrijk punt is ook de versterking van de informatiepositie van de politie. Het is nu al langer dan 10 jaar dat er binnen de organisatie wordt gesproken over informatiegestuurd werken. Daar is er niet zoveel van terechtgekomen de afgelopen tijd. Dus we willen dat, we zijn al begonnen om dat ter hand te nemen. Niet eenvoudig. Maar we zijn op de goede weg. Er is licht in die tunnel, die informatietunnel. En ik denk dat we binnen afzienbare tijd toch wel een vrij goede informatiepositie zullen hebben. Waardoor we de criminaliteit misschien niet een stapje voor, maar we zullen het wel heel goed kunnen bijbenen. Vandaar dat ik eerder praat over criminaliteitsbeheersing. In steden van criminaliteitsbestrijding. Want bij bestrijding krijg ik maar het gevoel dat je achter de feiten aanhoudt. En daar wil ik van afstappen. We willen meer met onze neus erop zitten. Ja. En zoveel als mogelijk proberen te voorkomen, dus de preventie. En als er überhaupt toch wel wat gebeurt, dat wij heel snel die verantwoordelijken in de kracht kunnen vatten. En dat gebeurt nu al, weliswaar op een kleine schaal, maar dat gebeurt nu al. Heel wat van die criminelen hebben we kunnen inrekenen. Maar we zitten met een dusdanig aantal dat het erop lijkt alsof er geen aanhoudingen plaatsvinden, maar die vinden wel degelijk plaats. Geweldig, korpschef. U geeft al pakweg 10 maanden leiding aan het korps. U noemde dat van het personeel gedeelte, dat u vanaf dag 1 hebt opgepakt. En natuurlijk ook wat structuur probeert te brengen binnen dat gedeelte van de voorlichting. Ja. Maar als we kijken naar het operationele zelf, korpschef, we horen al te vaak van, school toen net doe nuttig of school toen net doe genoeg. Wat heeft u allemaal, of wat heeft het korps allemaal bereikt in die periode dat u vanaf vorig jaar leiding aan mag geven tot nu toe? Dat wat ik eerder zei, die aanhoudingen, want dat is eigenlijk zo'n beetje wat de samenleving in haar greep houdt. De berovingen, inbraken en natuurlijk ook dat van de drugs die ons voetlicht plaatsen in het buitenland en natuurlijk ook in Suriname. Maar er zijn successen en het is maar het begin. We moeten een omslag maken, de traditionele manier van zaken aanpakken, waarbij er meer en waar de focus meer gericht was op het tactische en dat de techniek zo'n beetje aansloot. Maar nu willen we de zaak gaan omkeren en meer de techniek de lead laten hebben. En de tactiek
zeg maar, aansluiten bij de techniek. We zijn er druk bezig mee. Ik denk dat het is zo dat het Safe City project een heel goed voorbeeld daarvan is. Heel goed ingezien door de regering, moet ik zeggen. Met name het kabinet van de president. Heel wat successen tot nu toe, aanhoudingen, zaken die in kaart zijn gebracht, mede dankzij het Safe City project. En het is misschien goed om te stressen dat het Safe City project niet alleen bedoeld is om, want als we praten over Safe City, dan is het niet alleen criminaliteit, maar ook een milieu speelt een belangrijke rol als we praten over veiligheid, milieuvervuiling, noem maar op. Dus ook die mensen die zich schuldig maken aan milieuvervuiling zullen we middels de camera's die geplaatst zijn in het kader van het Safe City project, ook die mensen zullen we gaan aanpakken. Maar ook voor je inlichtingenpositie, informatiepositie, dat het Safe City project een belangrijke bijdrage daarin kan gaan leveren. Daarover gesproken, meneer Prade, het Safe City project. Recentelijk, wat kunnen we als succes halen uit dat project? Heeft u een geval waarvan je zegt van nee, dankzij het Safe City project hebben we dit kunnen doen? Er zijn een paar gevallen hoor. Eén, twee? Ik denk aan aanrijdingen, zeker drie zo uit het hoofd heb ik. Okay. En voor wat berovingen betreft heb ik ook drie, vier snel uit het hoofd. Die middels het project zijn opgelost. Daar wel een daders, kentekennummers, voertuigen, noem maar op. Vlugroutes die allemaal in beeld zijn gebracht. En ik moet zeggen dat we op dit stuk als politie nog te weinig doen voor wat betreft de voorlichting hoor. En aangeven welke bijdrage dit project eigenlijk levert in het bestrijden van de criminaliteit. Maar dat komt. Er zijn wat instructies uitgegaan van mijn zijde richting de voorlichting om de zaken zoveel als mogelijk te publiceren, zodat de samenleving weet. En er is nu ook een mogelijkheid voor de samenleving om een fotomateriaal op te sturen voor de afdeling digitale recherche, zodat we daarmee ook wat de slagkracht voor de politie kunnen. Er is via WhatsApp, hè? Ja. Dus zie daar de omslag die we willen gaan maken richting de techniek en dat de tactiek dan zeg maar aanvullend moet gaan zijn voor wat betreft de bestrijden van de criminaliteit, althans de beheersing daarvan. Het Korps Politie Suriname heeft onlangs 77-tal voertuigen gehad. Een project dat is uitgevoerd met een van de gerenommeerde autozaken in ons land. 77 korpschef, als we kijken naar het aantal, is het genoeg? Je zou zeggen ja, nee. Het hangt er helemaal vanaf hoe je met die voertuigen omgaat. We zijn een land in ontwikkeling en ik zeg altijd met het weinige dat we hebben, moeten we zoveel als mogelijk proberen te presteren. Heel veel gaat afhangen van het managen van het wagenpark. Als je wagenpark niet manage, mag je het vergeten. Ik wil voorkomen dat we in een situatie belanden dat we na 2 jaar weer zitten met een tekort aan voertuigen. En dat alles gaat afhangen van welke maatregelen er zullen worden getroffen. Er zijn wat modellen bedacht, uitgedacht, uitgewerkt. Dus we gaan kijken welk model is het beste dat we zeg maar, op het wapenpark los kunnen laten. Om één te beginnen bij de bestuurders. Een stukje awareness en ook verantwoordelijkheid. Als aan jou door jou toedoen te weten is dat het voertuig schade heeft bekomen, dan zal je wel voor die schade moeten gaan opdraaien. Dus zover willen we gaan, omdat het belastingmiddelen zijn en we kunnen de samenleving niet iedere keer ik wil niet zeggen gaan kaalplukken, maar dat we iedere keer weer de belastingcentjes van de samenleving gaan aanspreken om voertuigen. Dat zal sowieso moeten gebeuren, maar dan moet dat wel over een iets langere periode gaan zijn. En niet dat je binnen 2 jaar al dat mensen moeten horen van de politie heeft geen voertuigen of
station X heeft geen voertuigen, terwijl er nieuwe voertuigen zijn aangeschaft. Dus heel veel hangt af van het managen van het wagenpark en we zijn hard op weg om een goed managementmodel los te laten op het wagenpark, zodat de samenleving er profijt van kan gaan hebben. Ja. Ik hoorde wat interessante dingen, meneer Prade. Een paar medewerkers van de politie die worden ook opgeleid voor wat betreft service. Ja, ja, ja. En eigenlijk, toen ik las waar het eigenlijk over ging, is het eigenlijk een heel goede deal. Want mag één auto uitvallen, dan is er direct een andere beschikbaar. Dat is niet eerder voorgekomen? Bij mij weten niet. Okay. Bij mij weten niet. Nee, niet. Oké. Heeft u al een verdeelsleutel in gedachten waar de auto's naartoe gaan? In gedachten wel. Dat is voor mezelf, maar de zaak moet nog in het managementteam worden besproken. Maar er zal in ieder geval sowieso worden gekeken naar waar is het werkaanbod het meest. En die stations of die resorten zullen dan het best worden bedacht. Oké. Okay. De voertuigen zijn aangeschaft in het kader dus ook van de, u gebruikt het woord criminaliteitsbeheersing. Ja, ja, ja. Maar als we praten over de criminaliteit, korpschef, welk beeld mogen we van u krijgen? Is er een toename ten opzichte van deze periode, het jaar ervoor? Moeten we ons zorgen maken over de situatie? Toename niet. Het lastige is dat wanneer er iets is gebeurd, wanneer een beroving heeft plaatsgehad, vooral waarbij er sprake is van of een dode of een zwaar lichamelijk letsel, dat een dusdanige impact heeft op de samenleving. En dat is begrijpelijk hoor. Dat mensen het idee krijgen dat de beroving en de criminaliteit aan het toenemen is. Maar dat is een minder waar. De zaak is grotendeels onder controle. Er zijn nog wat uitdagingen hier en daar. Maar net wat ik eerder heb aangegeven, de informatiepositie van de politie, daar werken we heel hard aan. Het is de bedoeling dat we zoveel als mogelijk willen voorkomen. We willen liever geen situatie hebben dat wij achter de feiten aanhollen. Want als je die man hebt aangehouden, heb je natuurlijk wel een daad gesteld, maar het best zou zijn om het te voorkomen. En om te voorkomen, dat is een uitdaging op zich, want je gaat in principe dan tot eigenlijk in die mannen hun hol moeten gaan, hè? Om vooraf informatie te verkrijgen en daarop te kunnen anticiperen. Beproefde methode, zaken die eerder zijn gebeurd, dus we moeten de zaak gaan verfijnen en ook veel werken met informanten. Als we praten over informatie, dan moet je het hebben, deels van informanten. En hier en daar ook wat financiën tegen aangooien. Maar dat komt goed, het plaatje ziet er goed uit, redelijk goed uit. En ik denk dat binnen afzienbare tijd een dusdanige controle zullen hebben over de situatie, dat we toch wel kunnen zeggen van nee, de politie heeft stappen voorwaarts gemaakt voor wat betreft de criminaliteitsbeheersing. We kunnen u niet hier hebben, korpschef, en we praten niet over het verkeer. Dat is ook een hoofdpijn apart, om het zo te noemen. En naar mijn gevoel, ik zeg het bewust zo, naar mijn gevoel vallen er nog te veel verkeersdoden. En verkeersongevallen. Klopt, helemaal. Wat doet de politie om dit alles terug te dringen, zeg maar? Ik deel die mening. Te veel, we zitten nu al op 23, eerste kwartaal van het jaar. Ja, we hebben het een en ander in de planning. En dat loopt van een... een maand terug heb ik een presentatie mogen bijwonen van de bekende service... het servicebedrijf van Flatacom. Het bedrijf dat ons heeft geholpen met dat van de e-IDs. Ja. Ook zij gaan helpen met de rijbewijzen. En ook nog dat van het verkeer. Dus dat is één, om het verkeer te monitoren.
Deze voertuigen zijn een welkome aanwinst sowieso, maar dan gaan we de controle op de wegen gaan we dan sowieso opvoeren. En ik denk dat andere flankerende maatregelen, denk aan de, het verhogen van de boetes, en een puntensysteem, dat zijn allemaal gedachten hoor. Puntensysteem invoeren bij een autobestuurder, dat ze op een gegeven moment op basis van een punten al dan niet hun rijbewijs kwijt zullen raken of behouden. Dus er zijn wat maatregelen in de maak. En het is de bedoeling dat we dit jaar nog uit zullen komen met een pakket aan maatregelen om het verkeer veilig te maken. Maar gaat het wel goed op het stuk van de rijlessen zelf? Komt er geen upgrade daar? Misschien zeker het verkeerkorps, ja? Dat is ook een van de punten die besproken is geworden in een setting. Hoor, om te kijken naar een, de manier waarop de lessen worden verzorgd. Is dat wel een, op een dusdanig niveau dat wanneer die mensen hun rijbewijs hebben behaald, dat ze zelfstandig achter de stuur kunnen gaan plaats kunnen nemen. Er zijn ideeën om mensen voor een bepaalde periode, ik denk aan een jaar of zo, om ze, ondanks ze in het bezit zijn van een rijbewijs, toch nog onder een toezicht te laten besturen. Maar de vraag is, wie moet dat toezicht dan gaan houden? Dat is een vraag. Het risico bij mensen die pas geslaagd zijn is natuurlijk hoger. En in het buitenland weet ik dat die mensen ook een hogere premie betalen hoor, bij de verzekering. Maar het risico gewoon groter is bij hun. Dus dat zijn allemaal zaken die waarover wordt nagedacht, die worden bediscussieerd. Maar uiteindelijk zullen we toch wel met iets moeten komen. En ik denk dat als we voortvarend te werk gaan, dat we ergens dit jaar toch wel met een pakket aan maatregelen moeten kunnen komen om het verkeer te ordenen en te zorgen voor een stukje veilig verkeer. Mm-hmm. Binnen het politiewerk tot nu toe, korpschef, u noemde het woordje uitdagingen. Kunt u misschien wat dieper ingaan op de uitdagingen die u ervaart? Een andere uitdaging is een veranderagenda die ik... ik heb het zo een beetje bedacht, maar de zaak is besproken en er zijn wat inzichten van anderen meegenomen. Maar het gaat om een verandering die in de organisatie moet gaan plaatsvinden. En het belangrijke in deze is dat die verandering van binnenuit plaatsvindt en niet van buiten. Van binnen dan heb je draagvlak, je hebt commitment, noem maar op. In plaats van buiten, waardoor de zaak wordt opgelegd. Hè. We zitten met een vergrijsd kader en we moeten nu al gaan nadenken van hoe gaan we die posities gaan invullen. Er zijn wat modellen bedacht. We zijn er nu vrijwel uit hoe we het gaan aanpakken. Het is een uitdaging. Er zijn beleidsdomeinen geïdentificeerd. We denken bijvoorbeeld aan HRM, criminaliteitsbeheersing is er een van, integriteit, financiële huishouding, ICT. Dus dat zijn een paar. En de bedoeling is dat we mensen op deze thema's gaan loslaten om ze te trekken. En met voorstellen te komen, voorstellen te doen aan de korpsleiding. En met de bedoeling dat we zaken gaan implementeren. Hoor ik u zeggen dat u de band aan uw zijde heeft? Absoluut. Oké. Okay. Absoluut, absoluut. Het zijn allemaal jongens die dedicated zijn. Okay. Ze hebben hart op de juiste plaats. Soms komen uitlatingen van ze en misschien gedragingen komen een beetje, hoe zou ik het moeten zeggen? Niet bepaald positief over bij de samenleving, maar wanneer je met die mensen praat, dan zie je dat ze eigenlijk het beste met de organisatie voor hebben. En ze leveren een heel goede bijdrage en ik betrek ze ook bij heel wat zaken. En de bedoeling is dat uit de bond zelf, althans het bestuur, een deel sowieso wat key posities gaat innemen. Okay. Waarbij ze direct betrokken zijn bij het beleid.
ik kan, het is eigenlijk ook geen uitvinden van mij, maar het is wel nieuw voor de organisatie om te gaan naar een stukje collectief leiderschap. Ja, want het is mooi, jij bent de korpschef en je wil alle macht hebben. Het is misschien prima, maar ik heb zo het gevoel dat als je dat doet, dat je dan eigenlijk gewoon aan jezelf denkt. En het gaat niet om mij, het gaat om de organisatie, de voortgang van de organisatie. Mocht ik morgen uitvallen, moet de zak gewoon doordraaien. Maar dat kan wanneer je hebt gezorgd voor een stukje collectief leiderschap. En de kans dat iemand na mij een heel andere richting op zal, of een heel andere koers op zal gaan varen, wordt dan een stuk moeilijker. Omdat er dan een stukje collectiviteit is in denken en de richting die de organisatie op zal moeten gaan. Dus daar ben ik hard, of zeg maar wij, we zijn hard aan het werken om dat stukje op zeg maar op poten te krijgen. En daar zal een deel van de band ook een rol in vervullen. Oké. Hoe lang moeten we wachten op dat moment? Het is iets van een kwestie van tijd. Okay. Binnen een maand, twee maanden moet het zover zijn. In ieder geval halverwege dit jaar. En dat zullen we ook delen met de samenleving. Van, luistert u mensen, dit is het concept. En de bedoeling is dat we dan een beter ja, afgestemd beleid moeten gaan hebben. Geen situatie waarbij de leiding beslissingen neemt en op een gegeven moment op ramkoerskorf komt met de band. Dus dat is wel positief te noemen vanaf mijn aantreden, dat we de band aan onze zijde hebben. Korpschef, terugkomend op dat stukje van de criminaliteitsbeheersing, om uw woorden te gebruiken. Ja. Samenvattend, de politie heeft de zaak onder controle. Er is geen toename en u garandeert de veiligheid van de samenleving. Absoluut. Voor wat betreft bepaalde vormen van criminaliteit, ik denk bijvoorbeeld aan de inbraken, daar hebben we is er nog een uitdaging. Omdat je daar meestal te maken hebt met onbekende daders. En die onbekende daders moet je tot bekende daders gaan maken. En dat vergt toch wel wat. Maar we zijn op de goede weg. En daarom zeg ik, blijf ik hameren op dat van de informatie. Als je informatiepositie sterk is, kan je één heel veel voorkomen. En als er überhaupt wat gebeurt, dat je de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, dat je die binnen de kortste keren in de kraak kan gaan vatten. Misschien kan ik iets aan toevoegen of zeg maar een tipje van de sluier lichten. En het is onbekend bij de samenleving dat wanneer mensen vervroegd in vrijheid komen, of misschien heeft die man een celstraf gehad, of ieder gevonnis is voor zeg maar 5 jaren, maar bij goed gedrag is hij na pakweg 3,5 jaar is hij dan weer buiten. De bedoeling is dat die persoon zich moet gaan melden bij het districtcommissariaat. En een persoon moet, in ieder geval zijn een paar voorwaarden waaraan die persoon moet voldoen nadat die persoon in vrijheid is gesteld. In dit kader is er een meeting geweest met het korps en districtcommissarissen. De minister was er ook bij, justitie en van een RO. En daar zijn er wat afspraken gemaakt. En de bedoeling is dat er een stukje monitoring moet gaan plaatsvinden van deze mensen. De bedoeling is wanneer die personen zich hebben aangemeld bij de districtcommissaris, dat de districtcommissaris ook gaat kijken vanuit zijn positie hoe hij die persoon kan gaan helpen aan werk, noem maar op. 1, 2. Van onze zijde, de politie, willen we dan ook gaan kijken hoe we deze persoon een beetje kunnen gaan monitoren dat hij niet terugvalt in zeg maar in het criminele circuit. Niet eenvoudig, er gaat een aardig wat capaciteit in gaan zitten, maar ik zeg van niet geschoten is bijvoorbeeld misgeschoten, ja. Dus we gaan ervoor. Ik zeg, we gaan niet wachten, we moeten niet wachten tot die persoon weer in de fout gaat. Want wat je niet wil doen aan de voorzijde, zou je op een gegeven moment aan de achterzijde toch moeten doen. En dan praat ik bijvoorbeeld over de investering, want het kost de overheid aardig wat geld om mensen die in het gevangen zijn te onderhouden.
Het kost de overheid aardig wat geld. Maar ik zeg van, als we die investering aan de voorzijde kunnen plegen, ja, dan heb je één, voorkomen dat die persoon in de criminaliteit is beland. Ja. En ook nog heb je minder uitgaven. Maar wacht je tot dat is gebeurd, dan heb je die uitgaven, en vaak genoeg meer zelf, en je zit met iemand die in het criminele circuit is. En ik denk dat ik dit ook kan aangeven in het Caribisch gebied met name. Guyana weet ik sowieso en Trinidad is men bezig met youth policing. Hè? Waarbij er met de jeugd, de politie zelf, kinderpolitie met de jeugd bezig is. Eigenlijk met de bedoeling om jongeren warm te maken voor het politiewerk. Maar als die jongeren op een gegeven moment toch beslist voor een, zeg maar, een andere uitdaging, is het geen probleem. Waar het op neerkomt is dat die persoon een goede burger moet gaan worden op een gegeven moment. Natuurlijk heb jij als organisatie geïnvesteerd, dus je wil de persoon bij jou hebben. Maar mocht dat niet gebeuren, is het geen ramp. Ik heb al wat gesprekken gevoerd met mensen geïdentificeerd. De bedoeling is dat we deze mensen naar het buitenland gaan sturen om te kijken van hoe het daar aan toe gaat. En dan moeten we op termijn in Suriname gaan beginnen daarmee, met youth policing. Om eigenlijk een soort kweekvijver en de mensen zo een soort keurslijf te houden. Zodat ze niet in de criminaliteit belanden. Een hele uitdaging, het zal ook wat geld gaan kosten. Maar ik zeg, je moet ervoor gaan. Ja. We moeten afronden, korpschef. Had u misschien een toevoeging? Ik wil een beroep doen op de samenleving om de politie zo goed als mogelijk te ondersteunen. Heeft u informatie, speelt u het door. Want wat we vaak genoeg merken, is dat mensen informatie hebben, maar die informatie niet delen. Natuurlijk hebben ze zo hun redenen waarom ze dat niet doen. Mensen zijn bang voor represailles, noem maar op. En slechte ervaringen met de politie ook nog, informatie gedeeld. En op een gegeven moment lekt die informatie vanuit de politie zelf. Maar we zijn bezig een model te bedenken waarbij mensen, alles zij het anoniem of noem maar op, hun informatie kunnen delen met de politie, vertrouwelijk. En dat de politie dan daarmee aan de slag kan gaan. Voor wat betreft het verkeer, want we hebben tot nu toe, voor dit jaar hebben we, ik heb het cijfer niet zo exact, maar voor mij nog geen 5 moorden, terwijl we in het verkeer al 23 doden hebben. Dus het is een hele uitdaging. Ik doe een beroep op de samenleving om voorzichtig te zijn in het verkeer. Ouders vooral, want dat heb ik ook meegemaakt, dat ouders kinderen plaats laten nemen achter het stuur, zonder dat die over een rijbewijs beschikken. Ik wil een beroep doen op die ouders om dat achterwege te laten, omdat het alleen maar nare consequenties kan hebben voor u, uw zoon, dochter en ook voor anderen. Want in de meeste gevallen gaat het zo mis dat een familie een dode heeft te betreuren. En niemand wil dat. Dus kortom, mensen, let u op uw zaken. Vooral vrouwen. We hebben gemerkt dat de vrouwen worden achtervolgd. In heel veel gevallen merk je dat die mensen worden achtervolgd. Maar is men oplettend, dan had men dat kunnen voorkomen. In heel wat gevallen hoor je die mensen zeggen van, ja, ik zag iemand daar staan, maar ik heb er geen acht op geslagen. Doe dat wel. Kijk goed. Kijkt u uit uw doppen. Bent u van plan in uw voertuig te gaan? Loopt u desnoods voorbij om te kijken van hoe die man zich zal gedragen? En als u in uw voertuig zit, zoveel als mogelijk de portieren op lock doen. Gebruikt u uw spiegels, want u wordt een geruime tijd gevolgd en u hebt het niet eens door, omdat u geen gebruik maakt van uw spiegels. Dus dat zijn enkele kleine tips die ik wil meegeven. Maar ook de voorlichting. Voorlichting is ook communicatie. Is een van onze beleidsdomeinen.
Dus de voorlichting naar de samenleving zullen we de komende tijd ook kunnen opvoeren. Oké. Ja. Nog iets, korpschef, voordat we beëindigen. We zijn toch de laatste tijd overspoeld geworden met fake accounts, Facebook accounts, noem het maar op. Is er wat aan te doen tegen dit verschijnsel? Zo, niet veel, heb ik begrepen van de mensen van de digitale recherche. Okay. Maar heel veel hangt ook af van wat men heeft aan apparatuur, aan middelen om het een en ander te doen. We hebben laatst wel een kleine investering, een bescheiden investering geweest van een paar honderd dollars om die mensen van wat een apparatuur te voorzien. Maar de bedoeling is dat we dat gaan verveelvoudigen, mm-hmm. omdat het belang daarvan sowieso wordt ingezien. Ja. Omdat, net als wat ik eerder zei, we willen meer gaan investeren in de techniek. Omdat anders gaan we de strijd sowieso verliezen. En het gaat wat kosten, want je hebt apparatuur nodig. En heel wat van die apparaten komen met een licentie ook nog. Dus ja, het is kijken. Maar per slot van rekening zou je een keus moeten maken, want het handmatige houdt op. En je bereikt ook niet het resultaat dat je wil bereiken. Terwijl met de techniek binnen een handomdraai heb je zaken voor elkaar. Dus we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Oh, dank u wel voor dit moment, korpschef. Enorm veel werk te doen. Ja. Maar ik wens u en uw team natuurlijk en natuurlijk ook alle manschappen heel veel succes. Dank u wel. En blijven geloven in het werk van het Korps Politie Suriname, ja. Want jullie zijn onze beste camera, toch? Nog steeds. Ja, nog steeds, absoluut. Ja. Absoluut. Okay. Maar soms gaat het een beetje mis. En dan zeggen we, hoe kan de politie mijn beste camera zijn als de politie dat doet? Ja. Er zijn wat incidenten, maar die mensen worden aangepakt. Die mensen worden aangepakt, er gebeurt niets. Ja. En de leider weet daarvan, of draagt er kennis van, en er worden geen maatregelen getroffen. Dus ik wil de samenleving vragen om vertrouwen te blijven hebben in de politie. En alleen op die manier kan het goed komen. Dank u wel, korpschef. Alsjeblieft. Beste kijkers, we hebben dit gesprek gehad met de waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname, de heer Roberto Parade. En met hem hebben we gesproken over een aantal interessante onderwerpen. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.